Zeg, Eloïse heeft het een beetje zwaar, hè? Gravin Eloïse. Gravin, wat is het? Gravin? Nee, dat mag je ook niet zeggen van... Nee, oh. Nee, dat vindt ze niet leuk. En ze heeft een interview gegeven aan Linda Meijden. Ze vindt eigenlijk haar hele leven volgens mij niet leuk. Ze krijgt te veel aandacht, ze wordt herkend, vindt ze irritant. Ze gaat, dat is daarom... ook gek, hè? Dat is wel gek. Heel raar, want ze heeft honderdduizenden volgers op Instagram. En ze is influencer, ze krijgt deals met IKEA, met L'Oréal, weet ik veel wat allemaal. Dus ze haalt lekker wat geld binnen. Maar ze vindt het wel vervelend dus dat ze steeds dat iedere scheet van haar zo wordt uitgemeten. Nu hebben we het er weer over natuurlijk, want in dat, ze zegt dat ze dus nu naar het buitenland gaat. Ze gaat naar New York toe om daar een buitenlandstage te doen. Voor... Even bijkomen. Ja, inderdaad. Ze kijkt er naar uit om lekker in de luwte te gaan leven. Dat niet iedereen op haar let. Ja, het hoort er een beetje bij, inderdaad. Ze heeft zelf die keuze gemaakt natuurlijk om openbaar te gaan. Zij hoeft niks, hè, binnen de koninklijke familie. Ze krijgt geen geld, ze krijgt geen paleis onder de kont. Ze moet gewoon zelf gaan werken voor haar leven. Hoe kijk jij hiernaar? Want zij is continu in de media. Dat doet ze natuurlijk zelf. Ze profileert zichzelf graag. Niks mis mee. Maar dan zegt ze ik dacht inderdaad dat ze zichzelf in het begin ook echt duidelijk zo profileerde. Zo van, ik ga hiermee naar buiten en ik ga dit ownen. Dus... Maar ze is het nu eigenlijk dan dus zat, begrijp ik. Ja, dat is een beetje gek natuurlijk. Want van de ene kant heeft ze soms wel een goede boodschap. Bijvoorbeeld dat we... Ze heeft bijvoorbeeld nu een bedrijfje waarmee ze tweedehands kleding gaat inzamelen. Duurzame, het hoogwaardige tweedehands kleding gaat dan naar goede doelen. Ja. Maar dan vertelt ze bijvoorbeeld ook op Instagram... Een Gucci, want Pieter legt je in de deur. Je moet echt naar Japan toe om tweedehands kleding te gaan kopen. Terwijl ze dus ook voor duurzaamheid is. Ik ben gaan opsommen op een gegeven moment. Je bent naar Japan geweest. Drie keer naar Italië, geloof ik. Vervolgens naar Parijs. Ze is in Praag geweest. Zuid-Afrika, New York. Dus ik heb haar dat ook voorgelegd. Volgens mij hebben jullie daar een fragmentje van. Wat vindt ze er zelf van? Ik heb een tijdje ook gedacht van, dit moet ik echt minder doen. Maar daarop vind ik wel... Je moet eigenlijk met alles je steentje bijdragen. En met alles gewoon je best doen. En waar het kan. En inderdaad, daar hoort ook minder reizen bij. Dat is ook helemaal waar. Daar ben ik ook wel bewust van. Maar ik denk, stap in stap. Ja, oftewel, we gaan er niks aan doen. Top, hè, dit. Ja, maar dit is toch heerlijk, dit. Ja. Ja, ik vind dit echt top. Dit nadert de... Wat vind je er heerlijk aan dan? Nou ja, dit nadert de fascinatiegraad van Tim Hofman voor mij. Want nou, gaan we. Ja, dat fascineert, dit fascineert mij ook mateloos. Want het is zo'n onzin wat eruit komt. En dit is best wel een heel leuk meisje. Daar gaat het helemaal natuurlijk helemaal niet over. Nee, dat vind ik ook. Maar die staat toch een partijtje debiel te doen voor zo'n camera van TikTok. De aanleiding hiervan was dus dat ze had een boek uitgebracht voor kinderen om duurzaam met je kleding om te gaan. Ja. Ze heeft een manager, ze kent het verhaal, ze weet dat ze veel reist. Die manager had haar toch ook gewoon op de hoogte kunnen brengen van... misschien moet je hier een antwoord voor klaar hebben, want die vraag gaat een keer gesteld worden. Ja, maar het is nog een jonge meis. Dus ik wou net zeggen, misschien wordt het ook gewoon even een beetje te veel. Dat ze ook denkt, jongens, ik kan het allemaal niet meer aan. Nee, maar als je dus zo aanstelt, want dat mag, hè, want dat doen heel veel mensen... en dat vind ik echt niks meer. Wij doen dat hier natuurlijk. Heb jij natuurlijk nooit gedaan. Ja, wij stellen ons ook aan. Dus behoorlijk, kan je vertellen. Nee, maar dat mag. Ik bedoel, daar zou ik dus nooit iets over zeggen. Maar dan moet je daarna niet zeggen van... ja, maar ik werd aangekeken op straat en dat bevalt me niet zo. En dan komt daar ook nog eens een keertje bij... dat ze dus nu zegt van Extinction Rebellion... ik wil daar eigenlijk wel bij aansluiten... maar ik ga eerst even een reisje maken naar New York. En dan ga ik daarna even kijken. Kijk als ik tijd heb, kom ik. Ja, ze heeft contact met Carice van Hout, hè? Dat is een beetje de voorvechter. Ja, ik heb er ook niet een negatief gevoel bij. Ik vind het wel fascinerend. Het is wel heerlijk. Ik kijk er heel graag naar.